In deze video ga ik de stock split van Google behandelen. Dus ben jij geïnteresseerd in het aandeel Google? Blijf dan zeker kijken. Want is een stock split nou goed of slecht voor de aandelenprijs van een aandeel? Dat is wat ik in deze video ga beantwoorden. Want ik ga kijken naar de geschiedenis van de aandelen die een stock split hebben doorgevoerd en wat waren vervolgens de prestaties van de aandelenprijzen van deze bedrijven. Daarnaast ga ik ook behandelen of het aandeel Google na de stock split koopwaardig is op basis van waarderingen en wat van analisten zeggen. Dus aan het eind van deze video weet jij exact wanneer de stock split van Google gaat plaatsvinden, hoeveel een aandeel van Google gaat kosten en of het goed of slecht is voor een aandeel om een stock split door te voeren. Hey, goeiedag mensen. Mijn naam is Robin Nijman en welkom bij een nieuwe video van Alleen Aandelen. Voordat we verder gaan met de video wil ik nog wel even kort behandelen dat ik geen financieel adviseur ben. Ik maak dit soort video's om jullie te informeren en ik hoop ook een klein beetje te vermaken. Alphabet, ook wel het moederbedrijf van Google, gaat op 15 juli gaan zij de stocksplit doorvoeren. En ze gaan de stocksplit doorvoeren van 20 op 1. Dus op het moment dat jij nu één aandeel bezit van Google, ga je er dus in de toekomst 20 voor terugkrijgen. Nou, op dit moment kost een aandeel van Google ongeveer 2000 euro. Dus wanneer dus 20 voor 1, dan gaat ongeveer één aandeel van Google gaat straks ongeveer iets meer dan 100 euro kosten per stuk. En waarom is het dan interessant voor een bedrijf om een stocksplit door te voeren? Nou, natuurlijk een van de grootste redenen is omdat dan het aandeel beter te betalen is. Je hebt heel erg veel verschillende aandelenplatformen waar je ook al gedeeltes van aandelen kunt kopen. Maar dat zien we vooral weer op Amerikaanse platformen. Op de Giro bijvoorbeeld kan dit nog niet. Op het moment dat dus een aandeel, kijk, 2000 euro is een gigantisch bedrag. Als jij als individuele belegger in één keer 2000 euro in één bedrijf wil investeren, dan heb je al best wel een hele grote portfolio nodig. En op het moment dat jij, stel je hebt 4000 euro, wil je investeren in aandelen en je hebt meteen 2000 euro in één aandeel zitten, dan is dat natuurlijk hartstikke risicovol. Dus over het algemeen wordt dat niet aangeraden en wil je wel beter verspreid zitten over aandelen. Straks gaat het aandeel van Google dus 100 euro kosten, dus dan is het aandeel voor individuele beleggers, wordt het veel aantrekkelijker om dit aandeel te kopen. En daarnaast kun je ook, stel je hebt een aandelenportfolio van 30.000 euro en je wil zo ongeveer rond de 10% geïnvesteerd zitten in Google, wat ik bijvoorbeeld zelf graag wil, dan als jij gelijk al twee aandelen wil kopen, dan moet je meteen al 4.000 euro inleggen, wat best wel alweer richting de 15% gaat. Op het moment dat je dus straks gewoon voor 100 euro per aandeel een aandeel van Google kunt kopen, dan kun jij beter ook jouw portfolio herbalanceren, waardoor jij dus beter gebalanceerd portfolio hebt, wat voor de lange termijn over het algemeen het beter gaat doen voor jou. Zeker voor de individuele belegger is het heel erg positief dat er een stocksplit plaatsvindt, want aandelen zijn gewoon beter aan te schaffen. En zeker voor de beginnende belegger, die kunnen nu ook een aandeel van een Google kopen. Dat hebben we dus ook al gezien bij een Amazon. Maar Tesla heeft het ook al een paar keer gedaan. En Apple doet het ook regelmatig. Zeker omdat Apple nog wel eens flink omhoog wil gaan. En eigenlijk Microsoft doet dit ook. En dan wil ik nu even gaan kijken naar de historie van aandelen die een stocksplit hebben doorgevoerd. Nou, in twee verschillende studies in 1996 en in 2003 zijn er meer dan 1000 aandelen zijn er geanalyseerd op basis van een 2 voor 1, 3 voor 1 en 4 voor 1 stocksplit, wat over het algemeen het vaakste voorkomt. Zoals Google doet nu een 20 voor 1 en Amazon deed het laatst ook. Dat komt niet zo heel erg vaak voor dat bedrijven zo gigantische grote stocksplit doorvoeren. Over het algemeen doen ze dit al eerder in het proces. Dat hebben we ook al bij Tesla gezien en bij Apple zien we dit ook regelmatig. En wat hier eigenlijk uitkwam, is found price performance of split stocks outperformed the market by 8% during the year following the split. Dus op het moment dat Google dus nu een stocksplit doorvoert, gemiddeld gezien, zouden dus aandelen die een stocksplit doorvoeren, een jaar later met de markt met 8% uitperformen. Vervolgens zien we de following the split by 12% over de ensuring of 3 years. Dus vervolgens over de aankomende 3 jaar outperformt dus een aandeel dat een stocksplit heeft gedaan met 12% de markt. Wat dus echt wel heel erg goede cijfers eigenlijk zijn voor aandelen die een stocksplit doen. Dus op basis van de historie van aandelen die een stocksplit hebben gedaan, is het dus positief voor het aandeel van Google. Dan wil ik nu even gaan kijken naar de waardering van Google. Dus is op dit moment Google of na de stocksplit Google een interessant aandeel om aan te schaffen? Nou, ik ben erg fan van het aandeel van Google omdat zij heel erg veel verschillende soorten businessmodellen hebben. Ze doen echt heel erg veel verschillende soorten dingen en investeren na Amazon het meeste geld in research en development. Nou, als we even gaan kijken naar de prijs van Amazon, stonden ze op een all-time high
ongeveer begin dit jaar van $2900. Zijn ze eigenlijk de afgelopen tijd met 25% naar beneden gekomen. En nu een aandelenprijs van $2181. Nou, dat is op zich dus echt wel voor een aandeel als Google is dat echt wel een flinke daling. Over het algemeen zien we niet zo vaak van dit soort dalingen bij dit aandeel. Natuurlijk tijdens de coronacrash hebben we dit gezien. Maar over het algemeen zijn het kleinere dips die dit aandeel maakt. Wil ik ook even gaan kijken naar de PE-ratio van dit aandeel. Want op dit moment heeft het aandeel een PE-ratio van 19,5. En als we gaan kijken naar de afgelopen 10 jaar, heeft eigenlijk pas in 2012 het aandeel een lage PE-ratio gehad dan op dit moment. Eigenlijk de afgelopen 10 jaar is eigenlijk altijd de PE-ratio van Google hoger geweest. Zelfs tijdens de coronacrisis, ongeveer in mei van 2020, had Google een PE-ratio van 23. Dus op dit moment staat zelfs de PE-ratio van Google een stuk lager dan toen. En dat vind ik eigenlijk wel een hele belangrijke indicator, want wat gebeurt er met een aandeel op het moment dat er gigantisch veel paniek is op de markt en echt superveel onzekerheid wat er was tijdens de coronacrash. Toen was er echt gigantisch veel paniek, want we wisten niet zo goed wat er met de wereld zou gaan gebeuren en hoe erg deze hele pandemie zou gaan worden. Nou, uiteindelijk Google dus een PE-ratio van 23. En op dit moment staan we ongeveer 20% lager als we gaan kijken naar de PE-ratio van Google ten aanzien van de PE-ratio tijdens de coronacrash. Dus dat zegt mij dat op dit moment het aandeel Google ondergewaardeerd is. Want tijdens maximale paniek op de aandelenmarkt staat Google hoger gewaardeerd dan dat ze op dit moment staan gewaardeerd. Zal ik ook nog even gaan kijken wat analisten van het aandeel Google in de aankomende 12 maanden verwachten en of dat zij op dit moment het aandeel Google koopwaardig vinden of niet. Van de 50 analisten geven 35 analisten het aandeel Google een strong buy en 15 analisten het aandeel Google een buy. Dus de meeste analisten geven het aandeel een heel sterk koopmoment. Gemiddeld geven ook alle analisten een 4,7 op 5 om het aandeel wel te kopen op dit moment. Nou, op dit moment staat het aandeel op een aandelenprijs van $2174. En als we gaan kijken naar de price targets voor dit aandeel voor het aankomende jaar, dus de aankomende 12 maanden, dan geven analisten gemiddeld een price target van $3174. Dus dat is precies $1000 meer dan waar het aandeel nu op staat. Dat zien we ook hier zo in deze grafiek. Stel nou dat het aandeel echt het supergoed gaat doen in de aankomende 12 maanden, dan geven analisten op de high end een $4100 price target voor dit aandeel. En stel nou dat het aandeel het slecht gaat doen in de aankomende 12 maanden, dan geven ze alsnog een $2600 aandelenprijs voor dit aandeel. En dat betekent nog steeds dat het aandeel ongeveer met 20% gaat stijgen in de aankomende 12 maanden. Wat eigenlijk al hartstikke goed is als je gaat kijken naar de historie van de aandelenmarkt. Bijvoorbeeld de S&P 500 gaat gemiddeld met zo'n 8% omhoog. Nou, stel ook Google gaat het heel erg slecht doen in de aankomende 12 maanden, gaan ze alsnog met 20% omhoog. En gemiddeld geven analisten dus weer dat zij denken dat het aandeel met 50% omhoog gaat. En stel het aandeel doet het supergoed het aankomende jaar, dan gaan ze dus verdubbelen in prijs. Wat dus heel erg positief is. Dus analisten zijn zeer positief over dit aandeel voor de aankomende 12 maanden. Persoonlijk ben ik dus een super fan van Google. Daarnaast zijn analisten ook super lovend over het aandeel en zijn waarderingen van dit aandeel gigantisch naar beneden gekomen en staan de PE-ratios op dit moment 20% lager dan tijdens de coronacrash. Wat denk ik heel erg positief is als jij in wilt stappen in dit aandeel. Dit was de video. Ik hoop dat je de leuke en interessante video vond. Vond je het nou een leuke en interessante video en wil je vaak meer tot video's zien? Abonneer dan zeker op mijn kanaal en like de video. Wil je nu nog meer video's zien over Google? Dan heb ik hier rechts over Deep Minds en daarnaast ook een diepere analyse in die video over het aandeel Google. En aan de linkerkant hier een andere, misschien wel een leuke video voor je om te gaan kijken. Hey, bedankt voor het kijken. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.